Ik zit hier aan de keukentafel bij Theo Rijmakers en ik ben weer heel benieuwd naar het nieuwe verhaal wat we te horen krijgen. Hoi Theo. Hoi. Ik zit hier in een hele mooie keuken. Bij jou thuis, leuk, gezellig. Ik hoorde, je hebt in het leger gezeten. Kun je mij vertellen wat precies jouw taak was toen je in het leger zat? Ik was almoesnier in het leger. Om het heel simpel te zeggen, een soort pastoor in het leger. Okay. Dus je bent namens de kerk, vanuit de kerk, benoemd ook door de bisschop, ben je pastor in het leger. Dan ben je geen priester? Nee, ik ben geen priester. Okay, dus ik heb wel theologie gestudeerd, maar ik ben nooit priester geworden. Dus ik ben gewoon pastoraal werker. Ja, ja. Als je met zo'n studie begint, dan stop je eerder met zo'n studie en dan... Nee, een keuze die je maakt dan eigenlijk? Dus, dat is een keuze die je op een gegeven moment maakt. Van, toen ik destijds begon in 1967, was het nog de bedoeling dat ik priester zou worden. Toen ik 2 jaar theologie gestudeerd in Tilburg en ja, toen begon dat toch wat te veranderen. Dus toen ben ik weggegaan op het seminarie. Of althans bij de orde waar ik toen zat. En toen stond ik voor de vraag, wat ga ik nu doen? Ga ik theologie studeren? Omdat de mogelijkheden toen nog niet zo erg groot waren dat je als theoloog aan de slag zou kunnen. Maar ik vond de studie erg interessant. En toen heb ik toch maar besloten, ik ga verder met mijn theologieopleiding. Zou je het als kleine zelfstandige, dus gewoon op kamers wonen in Tilburg. En toen heb ik mijn theologie afgemaakt. Ik heb pastoraal theologie gedaan. En toen ik klaar was, had ik eigenlijk vrij snel een job. Toen heb ik eerst 1 jaar in Eindhoven gewerkt, in Struip. Voor jongerenpastoraat. Daarna 11 jaar bij het bisdom. Ook voor jongerenpastoraat, begeleiding van allerlei groepen. En toen uiteindelijk ben ik in de leger ingegaan. Omdat ik zo op een omslagpunt in mijn leven zat. Zo van, wat wil ik nog? Wil ik nog iets anders? Het werk wat ik deed was ontzettend interessant. Maar tegelijkertijd, de verleiding was dan ook groot van, als ik blijf zitten, dan blijf ik dadelijk zitten tot 65. Ja. Dat wil ik ook weer niet. Ja. Dus toen heb ik keuze gemaakt van het leger, omdat toevallig een oud collega van mij was almoezenier geworden. En ik vond almoezeniers vanuit heel vroeger, toen ik met mijn vader naar dodenherdenkingen ging in Heumen. Een almoezenier vond ik altijd erg boeiend. Zo. Waarom? Ja, misschien dat door het pak kwam en het werk wat hij deed. Je hebt dan een ander pak aan als de rest van het leger? Nee. Je hebt wel een leger soldatenpak aan? Ja, je hebt gewoon een soldatenpak aan. Dus op het moment dat je almoezenier wordt, dan ga je dat leger in. Dan krijg je dezelfde opleiding als elke dienstplichtige soldaat destijds. Oh, toch? Ja, ja. Dus je krijgt gewoon 3 maanden in opleiding en je leert daar... marcheren en je leert in een tentje slapen en je mag een keer schieten en gewoon om zelf een beetje aan de lijve te ervaren van wat het is. Ja. Waarom was die studie zo belangrijk? Waarom vind jij die studie zo interessant? Is dat de verschillende godsdiensten of ik weet niet wat zo'n studie inhoudt eigenlijk? De theologieopleiding was gewoon een katholieke opleiding voor theologie, dus dat was eigenlijk... Hetzelfde als vroeger de grote seminaries waar de priesters opgeleid werden. Alleen in het jaar dat ik begon, in 1967, waren al die grote seminaries werden net opgeheven. En kwamen samen in 1 centraal theologische faculteit en het was in Tilburg. Ja. En dus daar kreeg je in feite dezelfde opleiding als die je op een seminarie kreeg. Dus ja, ja. Filosofie en theologie. Maar er is dan ook verschillende soorten geloven. Dat vond jij interessant? Die komen wel aan de orde, de verschillende soorten geloven. Ja. Dus, maar wat trok jou daar dan zo in zo'n studie? Wat trok mij, ik denk het op zoek zijn naar de zin en de onzin van het leven, waar ieder mens natuurlijk toch mee bezig is, denk ik, van wat wil ik van mijn leven maken, wat wil ik ermee doen en hoe ziet mijn toekomst eruit. Nou, godsdienst houdt zich daar natuurlijk ook mee bezig, zij het vanuit een heel eigen perspectief, maar en dat vond ik eigenlijk het meest boeiende, gewoon bezig zijn met mensen, nadenken over mensen, nadenken over jezelf en hoe je in het leven wilt staan. Ja, want bijvoorbeeld een priester, die katholieke geloof, in een kerk, of die zit bij een soort geloof aangesloten, maar dat is bij jou ook niet dan? Bij mij wel, jawel. Ik ben
ben gewoon katholiek van huis uit. Alleen, ik zat op het omslagpunt feitelijk in de geschiedenis, waarin net na het Vaticaans Concilie er nogal wat aan het veranderen was. De kerk die minder belangrijk werd als dat die was voor die tijd in de 50er jaren. De pastoor die alles nog te vertellen had, de burgemeester die alles te vertellen had. Heel die gezagsverhoudingen begonnen te veranderen. Ja. Dus dat was in die 60er jaren. Gewoon een heel andere soort sfeer als dat je voor die tijd had. Mm-hmm. Maar ik ben die theologie blijven studeren vanuit mijn katholieke achtergrond. Ik ben nog steeds katholiek in die zin. Ja, een beetje de nestkeur is dat, denk ik, die je meegekregen hebt. En dat is ook het perspectief van waaruit je uiteindelijk werkt. Een aalmoezenier is altijd een katholiek... Aalmoezenier is katholiek. Want als je nou protestant bent, hè? Een dominee. Oh ja, natuurlijk. Een dominee. Dus je hebt aalmoeziniers, dat is de katholieke achtergrond. Ja. De dominees zijn de protestantse achtergrond. Humanistische raad, die zijn humanisme vertegenwoordigen die. Nou, de laatste jaren heb je er dan ook nog een pandit bij. Dus een? Een pandit. Die vertegenwoordigt de hindoes. Dan heb je een imam, die vertegenwoordigt de moslims in feite. Och ja. En je hebt nog een rabbi, en die vertegenwoordigt de joden in het leger. Dus je hebt 5-6 verschillende denominaties die werkzaam zijn. En boeddhisme en zo, dat is dan meer die... Ja, boeddhisten die hebben we niet. Boeddhistisch vertegenwoordiger, nee. Dat kan niet. Dat is eigenlijk ook geen echt geloof, hè, denk ik. Ja, maar humanisme ook niet. Nee. Humanisme is ook geen geloof. Het is gewoon een levensbeschouwing, een levensopvatting. Ja. Dus in die zin zou boeddhisme ook kunnen. Alleen, je moet kijken wat is er vertegenwoordigd in het leger. Wat voor mensen zitten erin? Ja. En je ziet natuurlijk de laatste jaren dat er steeds meer moslims in zijn. En hindoes, met name vanuit Surinaamse achtergrond, zijn veel mensen ook hindoe. En moslims vanuit Turkse en Marokkaanse achtergrond natuurlijk. En, vandaar dat een jaar of 5-6 geleden zijn die imams en die pandits erbij gekomen om de geestelijke verzorging te doen voor hun achterban eigenlijk. Ja. Wat was jouw taak precies dan? De zorg voor de soldaat? De zorg voor soldaat en voor beroepskader. Omdat zeker toen ik begon, want ik was in eerste instantie helemaal niet van plan om ooit leger in te gaan, maar ja, op een gegeven moment verandert dat natuurlijk toch wat. En je maakt dan de keuze om... voor mensen die destijds ook niet de keuze hadden van wil ik wel of niet in het leger. Iedere jongen van 18 moest in het leger. Ja. Dus die had die keuze niet. En om daar een stuk zorg aan te besteden. Dat mensen dan toch, als ze daarin terechtkomen, er ook weer een beetje heel uit kunnen komen. Hè. Ja, want sommigen zijn er eigenlijk niet voor in de wieg gelegd om zoiets te gaan doen. En ze waren het verplicht natuurlijk. Ze waren verplicht. En ja, goed, degene die het helemaal niet aankon. Daar zorgde je wel in samenwerking met de psychologische dienst enzovoort, die uiteindelijk toch de dienst uitging. Maar een aantal anderen, die bleven en die had het ook niet altijd gemakkelijk. Want ik kan me herinneren, wat de grootste problemen waren natuurlijk vaak toch het heimwee, mensen uit Brabant, Limburg, Achterhoek. Ja, daar had je vaak heimwee. Die waren weken van huis, zaten op de kazerne of op oefening en ze misten thuis. Goh, ja. En ja, goed, verkeringen die uiteraard, mensen die op zoek waren naar wat wil ik nu eigenlijk. Dus nee, bestaat het eigenlijk niet meer zo, hè? Want nou is het niet meer verplicht. Dus jongens die nou in het leger gaan, die maken die bewuste keuze. Mensen maken nu de bewuste keuze omdat je een beroepsleger hebt. Ja. Maar er is natuurlijk een heleboel veranderd wat werk betreft. In de beginperiode van mijn tijd had je natuurlijk geen uitzendingen en dat soort zaken. Nou, die zijn vanaf begin 90er jaren is dat mensen aangewezen werden op uitzending te gaan. Destijds naar Bosnië, naar Afghanistan, naar Cyprus, naar Irak, noem maar op. Hè. Dus dat mensen toch een maand of 6 van huis zijn. Dan gaan jullie eigenlijk mee. En dan gaan wij mee, ja. Dat moeten we dan ook. Dus dat ben je verplicht. Als je ervoor kiest om aalmoezenier te zijn, dan word je ook aangewezen om mee te gaan. En dan kun je niet zeggen van daar heb ik geen zin in, terwijl die ander wel moet. Dus dat is een stuk solidariteit wat je hebt met mensen. Ja. Ja. Er zit natuurlijk ook bij jouw studie en aan jouw beroep, om het zo maar te zeggen, ook een hele psychologische kant, hè? Bijna, want je bent eigenlijk ook een halve therapeut.
voor zo'n mensen die... Soms werk je natuurlijk wel eens wat therapeut. Ik ben natuurlijk geen therapeut, maar... Nee, maar... In je manier van werken en omgaan met mensen, natuurlijk doe je dat, doe je dat ook. En natuurlijk is een belangrijk onderdeel van je opleiding is ook psychologie, pedagogiek en dat soort zaken. Ja. Dus, en je wordt er ook nog wel wat in bijgeschoold, zeker met de uitzendingen erbij rond trauma's en hoe ga je daar dan mee om in stresssituaties. Ja. Dat je daar ook wat meer achter komt in. Ja, want jij gaat eigenlijk met zo'n jongen aan tafel zitten die er bijvoorbeeld doorheen zit of heimwee heeft, maar je kunt niet praten van ja, onze lieve heer die wil dat je in het leger gaat of zeg ik nou iets, of is dat wel? Want dat lijkt mij dan, hè, als je vanuit dit stukje, dat je dan de mens zo gaat benaderen. Maar dat is dus niet. En anders ben je al meteen psychologisch bezig. Nou, bij ons is het natuurlijk net iets anders dan bij maatschappelijk werk en de psycholoog. Ja, maar wat is dan het verschil, zeg je? Wat is het verschil? We zijn eigenlijk nul de lijn. Er zit geen drempel in naar ons toe. Ik loop gewoon ergens binnen. 'S Ochtends ik ga eens koffie drinken bij mensen. En er komen vanzelf verhalen los. En het kunnen verhalen zijn over thuis, over hunzelf. Maar in de verhalen kunnen ook wel eens vragen of problemen naar boven komen. En soms kan ik daarmee aan de slag gaan met mensen. En als een probleem te groot is, wat je natuurlijk vaak hebt met mensen die na een uitzending met trauma zitten, ja, dan stuur je mensen door naar een psycholoog. Ja. Of omdat dat niet mijn competentie is om daarmee om te gaan. Dus de laagdrempeligheid, het feit dat je gewoon binnen kunt lopen zonder dat mensen een probleem mee hoeven te hebben. Nodigt mensen al vaak uit om verhalen te vertellen. Ja. En dan is het gewoon een stukje meelopen met mensen. Ja, ze hoeven in principe niks, hè? Ze hoeven helemaal niks. En ik vraag ook niet van, ben je gelovig of niet gelovig? Nee. In veel gesprekken komt het woord God niet eens ter sprake. Gaat het gewoon om menselijke verhalen. Om die ruimte te krijgen van, ik kan mijn verhaal kwijt en er is een keer iemand die luistert en die niet zegt van, oh, dat heb ik al 100 keer gehoord of... Ja. De tijd is om de volgende. Ja. Goed. Ja, nee, dus dat nodigt mensen vaak uit om dingen te vertellen. En in het vertellen van verhalen komen vaak vragen of problemen of wat dan ook naar boven. Hoe lang heb je in dienst gezeten of in het leger gezeten? 20 jaar. En ben je ook overal mee naartoe gegaan of... Ja. In beginjaren was dat veel op oefening naar Duitsland. Dus dan zat je 2-3 weken zat je in Duitsland ergens op de hei in een tentje. Of, Je deed ook mee, actief mee? Of dat niet? Nee, toen had je de opleiding gedaan, zeg maar? Ja, wel eens een keer dat ik mee ging lopen en als ze een mars moesten lopen, dat ik erin meeliep en dat soort dingen. Maar voor de rest deed ik dat soort dingen eigenlijk niet meer. Schieten heb ik ook nog wel eens een keer gedaan met ze. Met ze. Ja. Maar niet meer omdat het moest of wat dan ook. Dus ik kon er gewoon zijn en... luisteren naar wat zij om te vertellen hadden. Ja, dan moet je toch ook wel zelf ook wel een bepaalde rust uitstralen, hè? Want ik bedoel, ja, dan ben je wel zoveel jaar ouder. Hmm. Toen was je ook een jonge vent. Ja. Om constant die rust te hebben en te luisteren naar mensen. En, ja, nou, ik denk dat ik dat wel heb. Dat, zover ken ik mezelf wel, dat ik die rust wel heb. Om inderdaad... bijna eindeloos te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. Ja, maar was dat ook het heftigste wat je mee hebt gemaakt met mensen? De eerste ding, ik zat net in het leger. Verongelukt in Den Bosch voor de Willem I kazerne, een luitenant. Dus dat was mijn eerste confrontatie met dood ineens in het leger. Iemand verongelukt, een jonge vent van begin 20. Dat is even heel heftig. Daarna heb ik een aantal jaren later de Bijlmerramp. Moest ik met de geneeskundige compagnie de Oorschot naartoe om al die mensen die daar in die flat om het leven gekomen waren, om mee te bergen. En, hoort dat er ook bij? Ja, natuurlijk. Ja, dat was toen de geneeskundige compagnie. Ja. Die werd ingezet omdat het een grote ramp was. En de geneeskundige compagnie die moest ervoor zorgen dat de mensen die door de brandweer uit flats gehaald werden, geïdentificeerd werden, of in ieder geval in eerste instantie doodverklaard werden door de schouwarts, want dat moet dan gebeuren. En vervolgens moesten ze toen naar Schiphol gebracht worden, waar ze verder geïdentificeerd werden. Dus dat was op zich al heel heftig dat je ineens geconfronteerd wordt met ruim 40 slachtoffers die je aan je voorbij ziet gaan. Ja, hoe oud was je toen? Toen was ik al in de 40. Ja, 5, 6, 40, denk ik. Ja.
Ja. En daarnaast het meest heftige wat ik meegemaakt heb in Bosnië tijdens mijn uitzending. Toen de eerste Nederlandse militair sneuvelde en die zat bij mij in de compagnie. Dus dan, dat is gewoon heel heftig omdat je... Van dichtbij meemaakt van, je hebt de avond van tevoren heb je nog met hem aan de bar gezeten. En de volgende dag is hij dood. Omdat hij door een van de partijen in feite om het leven gebracht is. Ja. En dat was heel heftig. Want dan heb je ook nog met de 180 mensen die daar ook zitten, die je op moet vangen. Je moet een afscheidsdienst organiseren. Je hebt een stuk zorg en nazorg voor de mensen. En dat is jouw taak ook? En dat is mijn taak. Dat is jouw taak, ja. Ja. Breekt er dan ook zo'n paniek uit onder de mensen als dat zoiets gebeurt? Want je moet ook een bepaalde rust... Nee, of zijn ze eerder meer dat ze in zak en as zitten op dit moment? Nou, dat valt op zich nog wel mee. Want het is natuurlijk toch een van de drills, zeker van militairen, dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Je moet ook wel weer verder kunnen. Natuurlijk raakt het mensen heel, heel diep op dat moment en het raakte mij ook heel diep toen dat gebeurde. Want dan ben ik evenveel mens als ieder ander die daar rondloopt en ben je ook boos en kwaad en verdrietig. Alleen dat verdriet mag niet gaan overheersen, want dan kan ik niks meer doen. Nee. En bij mensen zelf natuurlijk wel, je moet ze toch even de ruimte geven om dat te kunnen verwerken en ruimte geven, is dat ze met elkaar verhalen kunnen vertellen, dingen hun eigen verhaal kunnen vertellen. Want dat is vaak de belangrijkste uitlaatklep kunnen vertellen. Want als mensen dicht slaan, dan slaat het naar binnen. Naar binnen, en dan gaat het broeien en dan komt het later op een andere manier naar boven. Ja. Dus daar moet je een beetje mee handelen. Mm-hmm. Je hebt tot je pensioen in het leger gezeten? Of hoe gaat dat dan? Of is dat eerder? Dus eerder. Je gaat in het leger, in mijn tijd was dat nog met 55 eruit. Oh ja? Dus dat was gewoon de vaste leeftijd waarop je de dienst verliet. Ze hebben mij toen gevraagd of ik nog 3 jaar langer wilde blijven. Dat kon toen net. Dus ik ben tot mijn 58 gebleven en toen moest ik ook uit. Ja. Dus toen was het afgelopen. Ja, ja dan, is het ook, dan krijg je eigenlijk ook je pensioen dan. Of dus dan krijg je gewoon je prepensioen, hè? Dus tot je 65ste, en 65 jaar pas met pensioen. Ja, wel lekker natuurlijk. Dat is natuurlijk lekker, je bent hartstikke jong en je kunt er een hoop. Ja. Dus heb je dat toen gedaan? Ben je toen? Ja. Ik ben op mijn 58ste ben ik gestopt, moest ik stoppen. Ja. Dus toen was ik thuis, had ik me voorgenomen om eerste half jaar even niks te doen. Maar ja goed, dan zijn er natuurlijk toch verschillende organisaties die in zijn. Je gaat trekken van je hebt nu de tijd, dus nu kun je bij ons komen. Dat heb ik toen ook gedaan, gewoon even een halfjaartje even afkicken, loskomen van het leger en van de dingen die je daar deed. En vervolgens kijken van wat vind ik nog leuk om te doen. Dat vult zich vanzelf al niet. Ja, want je moet het ook kunnen loslaten, ook hè, natuurlijk. Jawel, je moet je er ook echt op voorbereiden, van dan is het afgelopen. En langzaam naartoe werken dat inderdaad de periode waarin je terechtkomt niet een zwart gat gaat worden. En dat gevoel heb ik nooit gehad, van dat het voor mij een zwart gat werd. Van, ik vond het even lekker, even dat niks moest, want dat valt ineens weg. Je moet niet daar naartoe of je moet niet zo vroeg op. Je kunt even wat relaxen. Ja. En dan? Ja, een aantal dingen gaan nog gewoon door. Hè? Want het is niet zo dat ik ben 20 jaar weg geweest. Ik ben natuurlijk wel altijd een beetje in de boksersamenleving betrokken geweest bij een aantal zaken. En dat was in de periode dat ik in het leger zat, was ik ook voorzitter van de ROTS. Dus, dus dat heb ik eigenlijk tot 2 jaar geleden heb ik dat nog gedaan. Toen ik eruit stapte, toen was een van de eerste die aan mijn vestje trok, was de Rode Kruis. Ja, ja. Die ja. wilde mij graag als voorzitter hebben. Toen heb ik ook gezegd van nou, even een half jaar niks. Ja. En daarna dan kijk ik. Maar toen stonden ze, al voordat het half jaar om was, werd er alweer gebeld van wat ga je doen? Dus toen ben ik ook voorzitter geworden van het Rode Kruis. Dus dat kwam er al bij. Dus dat doe ik nu 8-9 jaar. Goed. Net zolang als dat ik thuis ben. Ja. En later is daar Stichting Veteranenwerk Boxton ook bijgekomen. Toen een jaar of 5 geleden eerste Veteranendag georganiseerd werd. En
door de gemeente gevraagd werd van, ja, zijn er niet wat vrijwilligers die dat op willen gaan pakken? Toen zat ik er ook bij, dus. Ja, nou ja. Dus voor de DJ zit je toch weer zit helemaal... je weer in allerlei andere dingen. Ja, maar het is anderzijds ook wel goed om een beetje de binding met de gemeenschap in Boksel te houden. Ja. Van, dat je weet wat er gebeurt. En ook om je eigen talent ook een beetje beschikbaar te stellen voor anderen. Dat ja, kon het zeggen, het is ook een beetje jouw ding, denk Tuurlijk, ik wel. Dat is op zich ook leuk. Van, als je dingen kunt, vind ik dat anderen er ook mee van moeten kunnen genieten. Ja. En ik doe het zelf natuurlijk ook. Van, in eerste plaats voor mezelf. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Waarom ik eigenlijk bij jou hier aan die keukentafel zit, is dat ik begin met te horen kreeg dat jij op vakantie gaat en jij gaat op mensen in het buitenland bezoeken die in gevangenis zitten. Ja. En toen dacht ik, ja, daar wil ik eens iets meer van weten. Dus hoe is dat nou? Jij gaat op vakantie naar bepaalde landen? Of vakantie is niet. Oké, zie je? Niet echt, dan zei ik het alweer verkeerd. Het is gewoon 2 weken werken. Nee, ik werd, maar goed, dat gebeurde ook nadat ik met de prepensioen thuis zat. Een jaar, toen werd ik op een gegeven moment gebeld door de stichting Epefras uit Utrecht. En dat is een stichting die zich bezighoudt met het bezoeken van Nederlandse gevangenen in het buitenland, all over the world. Zo. En die vroegen van, wil jij niet Nederlandse gevangenen gaan bezoeken in een paar landen? Dus even over nagedacht. En ja, het lijkt me wel een aardige uitdaging. Het ligt nog een beetje in de lijn natuurlijk van mijn werk wat ik altijd gedaan heb. Ja, is ook. En het is een van huis uit christelijke stichting. Dus ik denk van nou, dat wil ik best gaan doen. Nou, toen kreeg ik 2 landen toegewezen. Dat is Portugal en Zweden. En een half jaar later kreeg ik Griekenland nog bij, omdat een collega zou er naartoe gaan, die was op het laatste moment ziek. En toen werd gevraagd van, god, wil jij dat niet doen? Dus donderdags werd gebeld en maandag zat ik in het vliegtuig naar Griekenland. En dan zit je daar 2 weken in het betreffende land. En ga je dan in zo'n, als je dan 2 weken, dan zit je bijvoorbeeld 2 weken in Griekenland. Ja. En dan ga je in die 2 weken een aantal gevangenissen af? Ja. Of je hebt er gewoon een lijstje van, een gevangenis, daar zit er eentje en daar zit er eentje. Zo gaat het eigenlijk dan. Dus ik heb net vanochtend de lijst van Portugal gekregen, omdat ik daar in juni naartoe ga. Dus er zijn 25 mensen die daar zitten. Oh, nog zoveel? Ik denk dat gaat over 3-4 mensen. Dus in ieder land zijn er toch wel een hoop hier zitten. Ja. Eind van de maand, eind komende maand ga ik naar Zweden eerst. Dan heb ik er 30, ruim 30. En is dan ook, dat is ook het aantal Nederlanders die daar zitten, of zijn dat dan ook de Nederlanders die bezoek willen hebben? Het merendeel wil graag bezoek hebben. Ja, dat, maar dat wordt, dus op een gegeven moment geef ik aan Epefras van, nou, die in die periode kan ik. Ja. Zij zetten een paar maanden voordat ik wegga, zetten zij die vraag uit bij Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken doet dat naar de Nederlandse ambassade in het betreffende land. De Nederlandse ambassade weet wie daar in de gevangenissen zitten. Doen een bericht uit naar alle gedetineerden daar van dan en dan komt Theo, wil je hem ontvangen? Nou, ik denk dat 98% zegt ja, graag. Nou, vervolgens gaan zij een lijstje maken van... een soort schema. Een schema maken, ja. Van ik kom zondags, 's avonds kom ik aan. 'S maandags bezoek je eerst die gevangenis, er zitten zoveel. 'S middags bezoek je die gevangenis, volgende dag ga je naar die gevangenis. En dan die en die en die en die. Het is toch best wel pittig dan? En zo zit ik 2 weken in Zweden of in Griekenland. En reis ik feitelijk het hele land door. Ja. Het hele land. Ja, maar ze zitten overal. Ze zitten overal, ja. Want en iedere gevangen krijgt 1 keer bezoek? Of heb je 2 keer. Oh, dus je zegt gewoon ook, ik kom volgende week nog een keer langs. Nee. Oh. Als ik er ben 1 keer. Ja. Dus, en ze krijgen 2 keer per jaar bezoek. Dus ik ga nu, in de komende maand bezoek ik de 3 landen. En op het eind van het jaar, in oktober, november, ga ik nog een keer naar die 3 landen toe. Dus dan ga ik hetzelfde rondje maken naar degene die er op dat moment nog zitten. Maar het kan zijn dat er inmiddels alweer enkele terug zijn naar Nederland. Omdat als ze daar eenmaal veroordeeld zijn, kunnen ze een aanvraag indienen om hun straf verder in Nederland uit te zitten. Ja. Als het land waar ze zitten ermee akkoord gaat en Nederland gaat ermee akkoord, dan kunnen ze overgeplaatst worden naar Nederland. Dus
je krijgt wel wat wisselingen in de loop van de tijd. Wat verloop, ja. En die mensen die dan begin met weg zijn en in Nederland zitten, die zie je die, niet meer. Die laat je met rust, want dat is jouw ding. Het is echt buitenland. Het is echt buitenland wat ik doe. Dus hier in Nederland worden ze wel weer opgevangen, omdat je ook geestelijke verzorgers hebt in de detentieinrichting hier in Nederland. Maar ik bezoek alleen de Nederlanders die in het buitenland zijn. Ja. En zijn het mannen en vrouwen? Allebei, ja. Ja, ook. Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoor. Dus merendeels man, maar er zitten wel vrouwen tussen, ja. En die zitten weer in een speciale vrouwengevangenis? Dat zijn vrouwengevangenissen, ja. En waarom zitten die vrouwen dan zo? Waarom zit iemand nou, is het dan met drugs of zo? Over het algemeen, alle vrouwen die zitten zijn drugs. Merendeel van de mannen die zitten zijn vanwege drugs. In Griekenland zie je ook wat meer mensen die met mensensmokkel te maken hebben. Dus dan probeer je mensen illegaal Europa binnen te krijgen. Mag niet, dus daar word je ook voor gestraft. En soms voor fraude, een paar moord zit er ook nog. Merendeel zit drugs. Ja. Het ligt er natuurlijk aan ook hoe die mensen met jou omgaan. Maar, een mens heeft natuurlijk meerdere kanten, hè? Ook al ben je veroordeeld voor drugs, natuurlijk verschrikkelijk, daardoor word je gestraft. Maar daar kan toch wel een heel bijzonder mens achter zitten, hè? Ja. Is dat ook zo? Merk je dat ook? Nee, is ook. Mensen zijn, dat is mijn opvatting ook, mijn uitgangspunt, mensen zijn altijd meer dan wat ze gedaan hebben. Ja. Er zit meer achter, kanten achter bij een mens. En dat ontdek je vaak natuurlijk in gesprekken gewoon, dat wanneer mensen hun levensverhaal gaan vertellen. Dat natuurlijk toch vaak heel aardige, heel lieve mensen achter zitten. Ja. Maar een aantal zijn door omstandigheden, komen ze in situaties terecht die wat minder florisant zijn. Ja. Ook wanhoop en triest, dus vaak, en niet meer weten natuurlijk. En dan... Je hebt... Feitelijk twee categorieën van mensen die je tegenkomt. Eén categorie zijn de mensen die doelbewust ermee bezig zijn, dat ze geld willen verdienen. Ja. Daaraan. En de andere categorie zijn de mensen die eigenlijk een beetje in de shit zitten. Van ze hebben al veel schulden, relaties en ik heb net kapot en een beetje de wanhoop nabij. Proberen hun schuld weg te werken en komen dan toevallig net de verkeerde mensen tegen. Zeggen van oké, ik wil je wel helpen. Maar je moet je wel een paar keer naar Zuid-Amerika gaan en wat daar ophalen. En dan betalen wij de schuld wel af. Maar ja. Dat kan goed gaan, maar het kan ook dat fout gaan. Dat zal zeker wel eens een keer goed gaan. Maar ik kom alleen de mensen tegen bij wie het fout gegaan is en die opgepakt worden en vervolgens een aantal jaren aan hun broek krijgen. Ja. Want dan zijn de straffen die ze daar krijgen toch weer iets strenger dan wat er hier opgelegd wordt rond drugs. Ja. 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 Maar waarom? Ik bedoel, net zoals Zweden en. Waarom komt iemand vast te zitten in Zweden? Dan heb je toch die drugshandel eigenlijk niet zo? Is dat daar? Elk land. Ja. Elk land heb je drugs, tuurlijk. Drugs worden overal gebruikt. Ja. All over de wereld worden drugs gebruikt. Ja. En er zijn altijd mensen die daar aan willen verdienen. Ja. En, maar ja, het zijn natuurlijk nooit de kopstukken die dat doen. Daar heb je couriertjes voor. Ja. Dus, en die ga jij dan bezoeken? Dan? En die ga ik dan bezoeken, omdat ze daar net in voorarrest zitten en nog een jaar moeten wachten voordat ze een keer voor de rechter moeten verschijnen. En vervolgens krijgen ze een straf van 5, 6 jaar in een broek hangen of levenslang soms. Wat ook gebeurt. En, Zijn het ook jonge mensen? Je komt ze in alle leeftijden tegen. Alle leeftijd begin 20 tot de oudste die ik meegemaakt heb was rond de 70. Ja. Was iemand die net een paar weken nadat hij opgepakt was, zou die 50 jaar getrouwd zijn. Ja. En dan word je daar opgepakt en dan was het dan. En dan is het toch vaak, die voorarrestperiode duurt erg lang voordat je voor de rechter verschijnt. En dan word je veroordeeld en Dan begint het pas. Dat je ook je leven zo kunt vergooien door zoiets, hè. Terwijl dat er ook veel meer is met zo'n mens, maar dat telt dan denk ik niet mee. Dat telt niet meer mee. Hetzelfde geldt voor jonge meisjes. Ik heb er verschillende meegemaakt die in verwachting waren. En een beval ze in de gevangenis. En dan zitten ze 2, 3 jaar met een kindje daar in een speciale vrouwengevangenis met een speciale afdeling waar ook kinderen zijn dan. Maar, denk maar eens, als je daarbij stil gaat staan, van je zit daar met je kindje, je bent net bevallen. Je wordt 's avonds ingesloten met je kind, deur gaat op slot. Als het kind wat groter wordt en eigenlijk wil gaan spelen,
buiten. S'avonds word je ingesloten. Ja, en, dus dat zijn heel heftige dingen, denk ik, die gebeuren met mensen. En wat dat met kinderen achterlaat, ik weet het niet meer. Dat zou natuurlijk ook wat heftig. Trauma's kunnen zijn, zo van, ja. En zeker die eerste levensjaren, ja, hè? Ja, ik bedoel, ja, dan... Ja, oh. Ja. En die zijn natuurlijk wel blij, want die gaan ook hun, die kunnen ook hun verhaal goed kwijt bij jou. Maar, dus bij de meeste wel, hoor je inderdaad. Die zitten zo vol, ja, die zijn blij dat iemand komt, hè? Over het algemeen zijn mensen ontzettend blij dat je komt, omdat ze in een land zitten waarvan ze doorgaans de taal niet spreken. Ja. Zweeds, Portugees of Grieks spreken de meesten niet als ze opgepakt worden. Dus dan zit je in detentie tussen Grieken of Zweden en allerlei andere nationaliteiten. De bewakers spreken geen of nauwelijks Engels, zeker in Griekenland en Portugal niet, Zweden wel. En dan zit je daar van hoe communiceer je, hoe maak je duidelijk wat je wilt, of waar je ongenoegen ligt, of waar je, nou ja. Dus dat is vaak heel moeilijk. En dus een van de eerste dingen als ik hun bezoek is, dat ik probeer duidelijk te maken van probeer de taal zo snel mogelijk te leren. Dat je in ieder geval kunt communiceren, dat je dingen kunt vragen, dingen kunt zeggen die je kwijt wil. Maar ze zijn blij dat ik kom, dat ze gewoon Nederlands kunnen praten dan. Hè. Ja, dat ze even alles eruit kunnen gooien. Hè? Ja, nou, als je een verhaal wilt vertellen, en zeker als er emoties bij zijn, is het kunnen doen in je moederstaal natuurlijk altijd veel gemakkelijker dan wanneer je naar woorden moet gaan zoeken. Ja. Hoe staan zo de omstandigheden in die gevangenissen? Zijn die goed? Of, Zweden is denk ik vergelijkbaar met Nederland. Zweden is wat omstandigheden betreft goed. Mensen hebben meestal allemaal een eigen cel. En, werk is er vaak, opleidingsmogelijkheden zijn er. In Griekenland en Portugal is dat aanmerkelijk minder. Dan kan het gebeuren dat je met 10, met 15, 20 man op één cel zit. Oh, dus je hebt helemaal geen privacy. Dan heb je helemaal geen privacy, nee. Dus dan moet je echt je cel delen met 10 of 20 anderen. Nee, de omstandigheden zijn gewoon over het algemeen slecht, omdat er geen werk is. De opleidingsmogelijkheden zijn er nauwelijks. Dus ze vervelen er ook. Dus ze zitten de hele dag te zitten. Het enige wat ze kunnen doen is een beetje sporten of op de binnenplaats wat rondjes gaan rondlopen. Lezen in een cel eventueel. Dat zijn dan vaak de dingen. En ja, dat is onder dat soort omstandigheden. Probeer natuurlijk mensen ook een beetje duidelijk te maken van zorg ervoor dat je voor jezelf een beetje een ritme opbouwt. Want anders verzuik je in de chaos van het niks doen. Als je een ritme hebt van ik ga 's ochtends een uur sporten, ik ga een half uur lezen of iets. Dan heb je al wat ritme in je dagindeling. En zeker als je een vooruitzicht hebt van ik zit hier nog de komende jaren. Theo, als je dan zo 2 weken daar bent geweest, dan heb je een hoop verhalen gehoord. Je ziet een hoop. Kun je het loslaten? Ja, dat kan ik redelijk goed. Ja. Je kunt ook echt zo denken van, ik heb geluisterd, ik heb een verhaal. Het gaat je goed, over een half jaar kom ik weer. Ja. Zo van, het is jouw ding, niet mijn ding. Ja, het klinkt heel hard, maar je kunt heel de wereld mee op je nek dragen. Hè? Nee, maar dan kun je dit werk ook niet meer doen. Dus als hun probleem mijn probleem gaat worden, dan moet ik stoppen. Dan kan ik het niet meer. Mm. Dus ik moet het wel los kunnen laten. Op het moment dat ik er zit, zit ik er voor 100%. Dan luister ik ook zo goed als ik kan. Maar op het moment dat ik mijn auto instap, 's avonds mijn verslag maak, want het is natuurlijk toch een paar aantekeningen maken, om het voor de volgende keer vast te houden, daarna ben ik het ook weer kwijt. Ja. Is het nou ook als je daar naartoe gaat dat je dingen meeneemt van hier, van familie of zo? Of dat je van hun dingen mee terugneemt? Tekeningen of al is het maar een boekje? Of dat mag eigenlijk niet zomaar? Of wel? Ja, een heel enkele keer gebeurt dat wel, dat ik iets mee kan nemen voor hun als de gevangenis zeg maar, wat voor de familie is. Maar over het algemeen neem ik niks mee vanuit hier naar Gins toe. Want ik kan dat niet, ik kan het niet maken, ik kan niet verantwoorden. Hè, van, als jij mij vraagt van God, mijn zoon zit er en van kun jij wat winterkleren, want die heeft zo koud. En dan moet ik helaas zeggen, nee, dat doe ik niet. Want ik kan natuurlijk niet het risico lopen dat, en je zult het waarschijnlijk niet doen en niemand zal het doen, maar dat er ergens iets tussen zit, tussen de spullen. Van uiteindelijk ben ik verantwoordelijk en word ik opgepakt op dat moment. Dus dat risico, dat doe ik niet. Nee. Dat weet iedereen ook, ik neem niks mee. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, de bedoeling is gewoon dat je mensen opzoekt, luistert, verhaal,
En dat is het dan. En wel, als ze een vraag hebben van... wat je bij veel mensen tegenkomt is van, ik wil graag een Bijbel hebben. Wat je bij moslims tegenkomt is, ik wil graag een Koran hebben. Ja, ze hebben alle tijd om te lezen. Ja. Dus op een of andere manier, dat kom je dan toch wel vaak tegen. Zeker bij Antilliaanse mensen enzovoort, die willen praktisch over het algemeen allemaal een Bijbel hebben. En daar zorg jij voor dan? Daar zorg ik voor, dus dat geef ik door aan Utrecht, dus de wensenlijstjes. Utrecht stuurt vervolgens Bijbels op of Korans of schrijfartikelen of wat dan ook. Dus dat gebeurt allemaal. De familie weet dat jullie er ook naartoe gaan? Of ja, tenminste als mensen doorgeven weten ze het. En in een aantal gevallen gebeurt het ook wel dat mensen mij vragen van God, wil je als je terug bent in Nederland mijn familie bellen om te zeggen dat je geweest bent, dat het goed gaat. En dus dat doe ik dan wel. Families komen natuurlijk niet gemakkelijk op bezoek, want het is vrij kostbaar. Want als je even in Griekenland of even in Zweden gaat, betekent toch dat je met de auto of een vlucht moet boeken. Je moet een hotel nemen. Je mag een paar keer op bezoek, maar dat zijn maar, ja, vaak is dat een paar uurtjes. Ja. En vervolgens ga je weer terug naar Nederland. Nou, dat betekent voor degene die achterblijft, of degene die vastzit, is dat vaak emotioneel zwaar. Van, ik heb jou gezien, maar vervolgens vertrek jij weer. Ja. En dan is het emotioneel vaak lichter om dan maar te bellen. Ik bel één keer in de week of twee keer in de week bel ik jou. En dan heb je niet die pijn van het moeten loslaten van iemand die net bij jou op bezoek geweest is en vervolgens weer weg is. Zijn er ook mensen die onschuldig vastzitten? Ongetwijfeld zijn er mensen die onschuldig zitten. Maar die zeggen dat wel tegen jou? Van, ik zit hier. Ja, natuurlijk zeggen ze dat tegen mij. Van, maar dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Dus ik heb ook geen oordeel. Ik kan er niks mee. Nee. Van, en natuurlijk met het ene verhaal en het andere verhaal heb ik soms ook wel het gevoel van, het zou best wel eens kunnen zijn dat hij hier onschuldig zit. Maar het is niet aan mij om te gaan oordelen. Dat, daar heb je de rechter voor. Zo, we zijn daar ook gepakt met drugs. En dan moet het justitieel onderzoek daar maar uitwijzen. Ja. Of ze wel of niet schuldig zijn. Ja. Dus, want anders wordt ook jouw ding. Hè? Zo, dan gaat je er ook in zitten. En dat kan niet. Dan ga ik erin zitten. En dat kan ik niet. Ik ben geen advocaat of wat dan ook. Dus ik ben er alleen maar gewoon om naar jouw verhaal te kunnen luisteren. Van, wat heb jij te vertellen? En natuurlijk leg ik mijn zorgen ook wel eens neer op de ambassade. Want als ik daar naartoe ga, ik begin altijd op de Nederlandse ambassade. En ik eindig op de Nederlandse ambassade. Dus ik heb daar vast contact mensen met die voor mij dingen regelen. Die ik ook dag en nacht kan bellen als ik als er iets is. Ja. Ja. Zit je gewoon in een kamertje of zit je met zo'n glas ervoor? Soms. Dat is ook weer verschillend. Dat is ook weer heel verschillend in de een of andere gevangenis. In Griekenland heb ik een aantal gevangenis, vrouwengevangenis. Dan zit er een glasplaat tussen. Dan moet je met een telefoon zit je te praten. Het is het meest afschuwelijke wat er is. Maar als je tegenover elkaar zit, stel je voor, van, jij zit daar, hier staat een band tussen, mijn telefoontje, zitten wij met elkaar te praten. Ja. Dus dan haal je al een stuk van uit het hart van het gesprek weg. Ja. En soms staat er bewaking bij, maar goed, die verstaan toch niks. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Ja. Maar soms, net als in Zweden, dan heb je gewoon een ontvangstruimte. En er staat koffie, thee en van alles en nog wat. En de gevangene wordt gehaald, wordt er wel gezegd, de deur wordt dichtgemaakt, wordt op slot gedaan. Dus er is niemand bij. Dus als je klaar bent, dan bel je maar. En als er nood is, dan is dat de noodknop. En, dat maar het is wel spannend ook, hè? Want je weet ook niet wat je binnenkrijgt. Dat weet ik niet. Vaak weet ik niet. En dat hoef ik ook niet te weten vooraf wat mensen gedaan hebben. Ik zie wel, ik hoor het wel wat er aan de hand is. Wat voor verhalen krijg je nou te horen van zo'n gevangene? Wat willen ze nou kwijt aan jou? Als ik ze de eerste keer zie, dan is het vaak het hele verhaal van wat er allemaal gebeurd is, hoe ze opgepakt zijn, wat er gebeurd is. Vaak de dingen waar ze tegenaan gelopen zijn of het onrecht wat ze ervaren hebben in hun arrestatie of de manier waarop politie met hen omgegaan is. En soms geweld wat gebruikt is. Dus dat hele verhaal krijg je wat te horen. Vaak als het naar hunzelf verder toe gaat, is het de zorg voor het thuisfront. Dus daar hebben ze ook veel zorg over. Ja. Over het algemeen denk ik dat de meeste verhalen toch wel iets te maken hebben met hun eigen bestaan. Hun eigen existentie van wie ben ik en hoe ben ik hier nou in verzeild geraakt. En wat kan ik doen om eruit te komen. Wil ik dit eigenlijk nog wel? En hoe ga ik verder? En hoe ga ik verder? Hoe ga ik het anders doen natuurlijk? Ja.
was vrachtwagenchauffeur. Mijn inkomsten zijn weggevallen. Ik zit hier. En, mijn vrouw werkt ook nog, dus een uitkering krijgt ze niet. Ze hebben een eigen huis. Huis moet verkocht worden dadelijk. Hoe moet het met de kinderen? Soms ook van, ik zit hier in de shit situatie en dat is gebeurd en ik wil eruit. En hoe kan dat? En waar moet ik dan zijn? Want ik wil dit niet meer. En ik wil het niet voor mijn kinderen. En, ja. Dus ja, dan ga je met hun kijken van wat zijn de mogelijkheden. Reclassering, opvang, begeleiding. Uit milieu, vertrekken waar je zit en ergens anders naartoe gaan. Dus daar denk je met mensen over na. Dus dat ze hun leven een andere richting willen geven dan ze tot nu toe gedaan hebben. Ja. En fysiek, zijn ze wel fit genoeg? Of lijden ze ook veel in? Want is het ook veel agressie in die gevangenen? Ja? Sommigen zeggen wel eens van, je hebt eigenlijk 4 ogen nodig. 2 aan de voorkant, 2 aan de achterkant. Ja. En niet te veel opvallen, niet te veel agressie oproepen om er tussendoor te lavieren. Want je hebt natuurlijk in een aantal gevangenissen heb je natuurlijk ook nog wel wat gangs zitten of wat bendes. En ja, dan kunnen mensen ook wel weer wat afgeperst worden. En dus dat gebeurt ook. Daar heb je er ook nog bij. Hè? Je kunt dat, niet in alle rust en vrede. Dus gaan tot bezinning komen waar je mee bezig bent. Je bent ook constant aan het overleven. Dus. Je bent ook van stuk aan het overleven. Zeker in dat soort gevangenissen waar je op dit moment natuurlijk ook merkt. Zeker in Portugal en Griekenland waar recessie natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Hè, van er wordt toch bezuinigd op eten. Er wordt bezuinigd op toiletartikelen wat ze niet meer krijgen. Veiligheid natuurlijk voor de gevangenen zelf. Minder bewaking. Bewaking die de andere kant op kijkt als er iets gebeurt. Nou, ja. Ja. Het reizen en het hotels, dat kost natuurlijk wel geld. Wie betaalt dat nou? Stichting Epifras wordt gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Mijn vlucht moet betaald worden. Ja. Mijn hotels moeten betaald worden. En mijn auto moet betaald worden, ja, die ik daar huur. Ja. In principe hoef ik mij geen zorgen om te maken. Dus, hebben ze goed geregeld? Het is kostenneutraal. Dus over het algemeen kost het mij niet echt geld. Tenzij dat je inderdaad. Mijn telefoon kostte wel eens dat je in Nederland belt. Ja. Ja. Want je wilt natuurlijk toch contact met thuisfront houden. Ja, want hoe vind je jouw vrouw? Want je bent dan weer 2 weken weg in de bush. Niet altijd even leuk, want nee. Dat betekent dat je natuurlijk zelf ook wel eens moet gaan laveren wanneer je zelf nog op vakantie, als jij al zoveel weg bent. Ja. Maar ze heeft me altijd daarin gesteund, dus dat ja. Ja, goed, soms dan is het weer eens even onderwerp van gesprek. Ja, dat is wel fijn dat je dan ook zo'n maatje hebt die jou ondersteunt, hè, en die achter jou staat. Dat moet wel. Anders kun je niet. Dan hou ik niet vol. Goh, mooi. Maar goed, het roept wel nu langzamerhand bij mezelf de bezinning op van. Ja, ik begin ook. Ik ben 67 nu. Dus van hoe lang wil ik dat nog? Ja. Kan ik dat nog? En heb ik er nog zin in? Hè? Want dat ja, is ook nog, natuurlijk dus ook. Dat, hè? Ja. Van het zijn natuurlijk toch 6 weken, 12 weken per jaar dat ik weg ben. Ja. Dus dan zit ik echt in het buitenland en die 2 weken zijn echt intensief en die zijn, ik moet het alleen doen. Ik rij gemiddeld denk ik per land, in die 2 weken rij ik toch 2.500 kilometer. Echt waar? Ja. Oh, dus ja. Je hebt niet iemand die voor jou rijdt, je rijdt echt zelf? Ik moet alles zelf doen, ja. Alleen van hotel naar hotel ga je en ja, restaurant en je eet en ja. Voor zover dat mogelijk is. En soms, dat is in Griekenland, Portugal, ja, dan zit er ook nog een aantal vluchten tussen. Van, je moet even naar Kos en even naar Chios. En, want daar zitten ze ook aan. Dus daar zitten ook mensen. Of in Portugal even naar Madeira. En dan kom je s'avonds aan, volgende ochtend bezoek in de gevangenis. En soms middags weer terug. Het zit over heel het land verspreid. Dus ik rij in Portugal rijk. Ongeveer van Faro naar Porto, dus van onder naar boven. Ja, ja, ja. Met Lissabon. Ja. Gevangenis. Ja, ja, ja. Oh, ja. En Griekenland eigenlijk ook. Ja. Ook wel een beetje. Ja. Oh. Nou zie ik hier van alles op tafel liggen, Theo. Wat is dit allemaal? Afscheid van Nieuw-Guinea. Dat is toevallig een reis die ik
vorige maand gemaakt heb met een aantal veteranen daar in Nieuw-Guinea. Veteranen? Ja, oude man of wat zijn veteranen eigenlijk precies? Deze groep die meeging, ja, waren allemaal mensen rond 70. Ja. Veteranen zijn militairen die op uitzending zijn geweest. Die zijn altijd op uitzending geweest? Anders ben je geen veteraan. Okay. Dus veteraan ben je alleen als je op uitzending bent geweest. Dus al diegenen die naar Irak, Afghanistan, Nieuw-Guinea, Bosnië of Joegoslavië zijn geweest, zijn veteranen. Okay. En sinds vorig jaar hebben alle militairen die geweest zijn, ook al zijn ze nog in actieve dienst, hebben de status van veteraan. Voor die tijd kreeg je alleen de status van veteraan als je de dienst verlaten had. Ja. Dus je was uit militaire dienst. En natuurlijk heel lang waren de enige veteranen die we kenden waren de Indiëgangers. Ja. Dus mensen die nu rond de 90 zijn. Ja. Want dat is mijn beeld meteen erbij, dat zijn oude mannen, hè? Ja. Maar daar is dus niet meer. Dat beeld, dat bestaat eigenlijk niet meer. Het beeld bestaat nog wel, maar feitelijk zijn veteranen heb je nu vanaf begin 20 tot 90. Oh ja? Dus op het moment dat je een uitzending gedraaid hebt. En je komt terug. Dan krijg je de status van veteraan, ja. Waarom is dat zo bijzonder dan, dat je die status krijgt? Wat is dat dan? Is dat dan meer een soort stempel? Dat andere mensen zien dat je uitgezonden bent of zo geweest? Nou, het heeft ook iets met erkenning te maken, denk ik. Van als militair, wanneer je uitgezonden wordt, dat gebeurt altijd vanuit politieke beslissingen. Dus de Kamer beslist of ze militairen sturen naar een bepaald gebied toe. Dus namens de Nederlandse bevolking krijg jij de opdracht om naartoe te gaan. Ja. Aangezien militairen naast politie de enige zijn die een geweldsmonopolie hebben, dus die mogen geweld gebruiken onder een aantal omstandigheden, worden die uitgezonden. Nou, als jij een half jaar in Bosnië gezeten hebt onder oorlogsomstandigheden, dan zijn dat niet de alledaagse omstandigheden die je hier in Nederland meemaakt. Nee. En als je dan terugkomt in Nederland, is het voor verwerking is het vaak toch wel heel fijn als je erkend wordt in datgene wat je gedaan hebt namens de samenleving. Nou, dat is natuurlijk het grote probleem geweest bij de Indiëmensen. Die zijn daar soms 2-3 jaar hebben daar gezeten en kwamen terug in Nederland. En vervolgens moest er over gezwegen worden over Indië. En mensen moesten weer aan de slag. Hard werken, gezin opbouwen, samenleving opbouwen. En hebben niet meer de mogelijkheid gehad om überhaupt hun ervaringen nog eens te vertellen aan anderen. Met als gevolg dat je onder de Indië-veteranen ook vrij veel mensen tegenkomt die getraumatiseerd zijn. Ja, toch? Ja. Gewoon dat mensen nooit, en dat hoor je vaak ook van kinderen, onze pa heeft nooit iets verteld over Indië. Ja. En geen woord. En dat is gelukkig wat aan het veranderen. Je hebt 29 juni de Veteranendag, Nationale Veteranendag in Den Haag. Ja. Plaatselijk heb je natuurlijk veel meer veteranendagen, dus dat er iets ontwikkeld wordt voor mensen die uitgezonden zijn geweest. Binnen de wet zijn er een aantal dingen veranderd voor de status van veteraan het afgelopen jaar, waardoor er nu ook mensen ten alle tijde een beroep kunnen blijven doen op defensie. Als ze in de problemen komen of wat dan ook, of hulp nodig hebben. Oh, dus dat is wel helemaal goed geregeld. Ja, dus dat is nu inderdaad goed geregeld. Kunnen ze dan, natuurlijk kunnen ze zo'n mensen wel helpen, maar je houdt er toch wel iets aan over, hè? Sommige mensen, die houden er een levenslang trauma aan over. Ja, en, toch? Ja, ja. Blijven de rest van hun leven onder medicatie zitten, bij wijze van spreken. Of worden afgekeurd. En bij gelukkig de meeste leren ermee omgaan met hun trauma. Dus het is wel een kras op je ziel. En die blijft je leven lang zitten. Ja. En er zijn momenten dat een litteken natuurlijk wat meer gaat trekken dan andere momenten. Ja. Maar het blokkeert je leven niet meer. Nee. Je kunt ermee mee verder. Ja, je bent er bewust van waar dat vandaan komt op dat moment. Ja, dat is het natuurlijk. Ja. Je bent hier naartoe gegaan. Ja. Dus er was met een groep veteranen, mensen die begin 60 in Nieuw-Guinea hebben gezeten. Ja. Als dienstplichtig militair. Dus het waren toen allemaal mensen van rond de 20. Oh, en die zijn allemaal dik 70. Dus dat 75. Zijn nu mensen die nu in de 70 zijn, ja. Ja. En was dat nou nog wel? Hadden ze dan een behoefte aan? Ja. Om daar naar ja? Ja.
Want dan hebben ze bijna een heel leven gehad en dan zijn ze 70 en dan willen ze toch nog gaan kijken. Ja. Ja. Velen willen dan toch zien waar ze gezeten hebben. Bij een aantal speelt ook mee het gevoel dat ze de Papoeas destijds in de steek gelaten hebben. Want zij werden uitgezonden om de soevereiniteit van Nieuw-Guinea eigenlijk in stand te houden. Mm. En ervoor te zorgen dat Nieuw-Guinea een zelfbeschikkingsrecht zou krijgen. Een zelfstandige staat zou worden. Okay. Maar eind 62 heb je de overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Dus dan met tussenkomst van Amerika is dat gebeurd. Mm. Dat Indonesië, of dat Nieuw-Guinea onderdeel wordt van Indonesië. Dus dat betekent dat Nederlandse troepen moeten terugtrekken uit Nieuw-Guinea. En dan neem je afscheid van Nieuw-Guinea. En voor veel militairen was er toch zoiets van, we hebben het niet kunnen waarmaken waarvoor we gezonden zijn. Dus er blijft ook een stukje schuldgevoel zitten, zo van, we hebben de Papoeas in de steek gelaten. En mensen willen dan toch terug om de plek te zien, om te zien hoe het met de Papoeas gaat. Voor een stukje is het natuurlijk ook om de cirkel voor hunzelf een beetje rond te maken weer. Hè? Dat ze het gevoel hebben van het is goed en ik kan ermee mee verder. De laatste jaren zie je dat wel meer, dat veteranen terug willen naar de plek waar ze destijds ooit geweest zijn. Nu met de groep waarmee ik nu was, waren er ook 4 echtgenoten mee. Oh, ja? Die hadden natuurlijk wel eens verhalen gehoord en die wilden zelf ook wel zien hoe het daar was. Om daarmee wat meer beeld en geluid te kunnen geven aan de verhalen die ze gehoord hadden. En voor anderen was het ook een stukje afsluiting, verwerking van datgene wat ze toen, 50, 60 jaar geleden, eigenlijk meegemaakt hebben. Want je gaat dan daar ook naartoe met zo'n groep mensen en dan ga je ook naar de kazerne of ik weet niet waar ze toen zaten, of gaan jullie gewoon een rondreis maken door het land? Nee. Bewust naar de plekken. Naar alle plekken zijn we geweest waar ze destijds gelegerd zijn geweest. Oh. Alleen goed, op de kazernes mag je niet meer komen vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen van Indonesië. Ja. Dus daar kun je dan een keer rondomheen lopen en kijken. Maar ze herkennen natuurlijk wel de plek waar ze geweest zijn. Is er dan ook emotie? Jawel, emotie. Maar een belangrijkste emotie was toen we een herdenkingsdienst hielden voor de gesneuvelde militairen daar. En dat was in een Papoea-dorp wat niet meer bestaat, maar er liggen nog wat restanten, een oude waterput en zo, ligt in de bush inmiddels. En daar hielden wij de herdenkingsdienst. En dan zit er best emotie bij de mensen van. Dan komt het weer omhoog. Dan komt het omhoog, ja. Oh, mooi. Dus dat zijn hele indrukwekkende momenten. Ja, want jij bent meegegaan, maar jij zit dan bij de Vereniging van Veteranen eigenlijk. Of waarom ben jij dan weer meegegaan? Want word jij dan gevraagd? Of was er gevraagd. Oké, Ik ben natuurlijk zelf veteraan geweest. Ja. Ik zit nog wel bij het Veteraneninstituut in Doorn, bij de pastorale ondersteuningsgroep van het Veteraneninstituut. En ik werd gevraagd of ik die reis wilde begeleiden. Omdat je almoezenier bent geweest natuurlijk. Ja, dus dan gaat er. Daar hebben ze wel voor gekozen. Meestal een hulpverlener mee met de groep. Omdat je natuurlijk niet weet vooraf wat het los kan maken bij mensen als ze terug zijn op de plek waar ze geweest zijn. Of op de plek waar ze een maatje verloren hebben. Dat kan soms ook heel heftig zijn. En ik heb dat met de Oorlogsgravenstichting wat ze meegemaakt, terug naar Indonesië, naar de erevelden. En dat de familie voor de eerste keer bij het graf van hun vader kwam, die daar gesneuveld was. Ja, dat roept toch een heleboel emoties op. Als ze ineens de plek hebben van hier ligt die. Ja, ik kan me voorstellen. Want al die dingen waar we het nou over gehad hebben, het is eigenlijk allemaal vrijwillig dan. Ja. Oh. Dat is puur vrijwilligerswerk wat ik doe. Gewoon. Ja. Maar levert het jou op? Krijg je er energie van of kom je thuis en ben je helemaal totaal los? Nee, het levert mij een heleboel energie op. Het is wel jouw ding. Ik vind dit ontzettend boeiende dingen. Het levert mij een heleboel op van de dankbaarheid. Gewoon het feit wat ik vaak, het gevoel wat ik vaak heb van waar heb ik het aan verdiend dat ik als wildvreemde zo ineens hun leven mag binnentreden, waarin verhalen verteld worden, vol emoties, intimiteit en je wordt toch deelgenoot gemaakt daarvan. En
ja, dat levert tegelijkertijd natuurlijk ook een heleboel energie op, dat vertrouwen wat je van mensen krijgt. Ja. Dus mijn opvatting over hulp en zorgverlening is toch dat mensen hun verhaal moeten kunnen vertellen. Ja. Als je dingen meegemaakt hebt, zorg ervoor dat je iemand hebt tegen wie je je verhaal kunt vertellen. Vertellen is de belangrijkste verwerking van wat je meegemaakt hebt, omdat je dan onder woorden moet brengen je emoties, je gevoel enzovoort. En dus ja, soms moet je dat 10 keer doen, soms moet je dat 100 keer doen. Ja. Eigenlijk is hetzelfde als met rouwverwerking. Als je een dierbare verliest, het liefste wat je wil doen is vertellen, verhalen vertellen, vertellen, ja. Vertellen. Ja. En soms moet je herinneringen ophalen. Ja. En soms moet je dat 10 keer, soms moet je dat 100 keer. En soms misschien tot vervelens toe van anderen. En ja, dat is vaak het punt waarop mensen dicht gaan slaan als een ander gaat zeggen, hou nou eens op, ik heb al 10 keer gehoord van jou, dat weet ik onderhand wel. Ja. Dan gaan mensen hun mond dicht houden, vertellen ze niks meer. En als je niks meer vertelt, dan gaat het naar binnen slaan en voor of laat komt het dan weer een keer naar buiten. Ja. Alleen als het dan naar buiten komt, is het veel heftiger. Ja. En dat, dus mijn belangrijkste ding is van ruimte zoeken om dat mensen verhalen kunnen vertellen. Ja. En dat er mag zijn, dat is van iemand. Dat, is dat hoef je ook niet weg te nemen. Het enige wat je kunt doen is inderdaad een stukje meelopen. Soms wat eigen ervaringen vertellen van wat het jou gedaan heeft. Ja. En anderzijds mensen de ruimte geven om te ontdekken wat het hun doet en hoe zij ermee om kunnen gaan. En, ja, dan kom je op een punt van waar ik me weer terugtrek en waar zij verder kunnen gaan. Dat, ja. Dat is het vaak. Ja. Voor mij is het een beetje het, als je het dan bijbels wilt hebben, het Emmaus verhaal. Van op weg naar Emmaus, Jezus is net dood, mensen zijn helemaal verdrietig en desolaat. En dan komt er iemand naast lopen en die praat met hen, vertelt wat van zijn eigen ervaringen. En tegen de tijd dat ze in Emmaus zijn, ontdekken ze heel verrekt. We moeten niet in ons verdriet blijven steken, we moeten verder zien te gaan. Ja. Op dat moment kon de vreemdeling Jezus zich terugtrekken en gaan mensen weer verder. Nou, dat is een beetje, denk ik, wat je probeert te doen, dat mensen uiteindelijk zelf weer verder kunnen gaan. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste dingen, wat ik het meest dankbaar vind van een stukje meelopen met, of met gevangenen, zij binnen de gevangenis, of met veteranen op de plek waar ze gezeten hebben. Ja. Ja. Het lijkt me ook wel, als je zo bent, dat je ook wel ook wel een man bent van de stilte momenten, hè? Voor jezelf. Lijkt ja, mij ja, ja, toch, ja. Hè? Dat je ook wel heel stil kunt zijn met jezelf en om het andere plekje te doen. Ja, ja, met gevangenbezoek heb ik natuurlijk uitermate veel tijd omdat ik veel in de auto zit. Alleen. Ja, dat is wel mooi. Dus dan heb je alle tijd om dingen gewoon aan je voorbij te laten gaan. En tijdens veteranenreizen zijn natuurlijk momenten dat je even gewoon op je eigen kamer zit. Ja. En, de zaken weer laat afdalen. Ja. Ja, ja. Goh. Mooi, Theo. Ik vond het een bijzonder gesprek. Ik hoop het. Ja. Ja, ik heb er weer veel van opgestoken. Dank je wel. Graag gedaan. En ik hoop dat je nog veel mooie verhalen mag ontvangen. Dank je. Dank je wel. Dank je wel.